de geboorte ontstaan bij jongens de ballen in de buik. Enkele weken voor de geboorte tot 6 maanden na de geboorte dalen de ballen in de balzak. Er zijn 3 mogelijke balproblemen. Een niet ingedaalde bal bij geboorte, een pendelbal en een opstijgende bal. Als de bal niet in de balzak zit na 6 maanden, dan kan de bal in de lies of in de buik zitten. Soms kan een echo helpen om de bal te vinden. Omdat de bal niet vanzelf in de balzak komt, is een operatie nodig. Een pendelbal is een bal die heen en weer schuift tussen balzak en lies. Dit komt door sterke spieren. De dokter kan deze bal in de balzak schuiven, waardoor een operatie niet nodig is. Een opstijgende bal is een bal die bij de geboorte wel in de balzak zit, maar later niet meer. In de helft van de gevallen daalt de bal rond de puberteit vanzelf in de balzak. Bij jonge kinderen of als beide ballen opstijgen, wordt een operatie gedaan. Voor de operatie krijg je een speciale dokterslaap, narcose. Als de dokter de bal in de lies voelt, kan hij de bal via kleine sneetjes in de lies en balzak in de balzak plaatsen. Als de dokter de bal niet voelt, kan hij een kijkoperatie doen om de bal te zoeken. Als de bal hoog in de buik ligt, kan een tweede operatie nodig zijn. Soms is de bal niet aangelegd. Na de operatie moet je 2 weken rustig aan doen. Helaas kan het soms zijn dat de bal toch terugschiet of dat de bal verschrompelt. Daarom kom je na de operatie nog een keer naar het ziekenhuis om dit te controleren.